Ja, dat is Rolfs. Hij wordt ook wel genoemd de Bospatrijs. Hij komt, of ze behoren tot de familie van Verzandachtigen. Van oorsprong komen ze uit Borneo, Sumatra, West-Maleisië en Taiwan. Ja, het zijn prachtige mooie bosvogels natuurlijk. Helaas worden ze daar wel ernstig bedreigd door de houtkap, de ontbossing en ja, de vele bosbranden die daar ontstaan. Het is ja, daarmee toch wel een kwetsbare vogel geworden. Er zijn vogels die komen hier ook in de dierentuin, maar ook bij ons in de volières voor. Er wordt vrij goed mee gekweekt. Ja, het zijn best leuke vogels. Ook in de volières zijn ze in een klein groepje prima te houden. Ja, en als je dan die vogels in de volière hebt, dan is dat natuurlijk een prachtige verschijning. De haan die heeft een prachtig mooie rode kuif. En ja, een borstelkuif als het ware. En de hen, die, ja, die heeft wat een kaler voorhoofd. Ja, die heeft voor op het voorhoofd een vijf kleine sprietjes zitten. Ja, het zijn natuurlijk bijzonder fraaie vogels om te zien. En ja, ze zijn ook best sociaal in de volière. Het zijn lieve vogels die. De koppels die blijven ook het hele leven bij elkaar. Ze zijn best gehecht aan elkaar wat dat betreft. En ze maken ook prachtig mooie nesten. Hier zie je dus de haan en de hen samen goed bezig zijn met het bouwen van een nest. Ja, dat doen ze toch het liefst onder takken of in struikjes op de grond. De nesten die kunnen toch wel vrij groot worden. Een 30 centimeter hebben ze al snel te pakken. Je ziet ook de haan dat hij de strootjes en de takjes oppakt en over zijn rug gooit. En steeds komen ze op die manier dichter bij het nest te liggen. Ja, en op zo'n moment dan hebben ze op een gegeven moment een heel mooi bouwwerk gemaakt in de struiken. En als het nest dan helemaal afgebouwd is en ze zitten erin, dan wordt van binnenuit de ingang helemaal afgesloten. Zodat je niet van buiten kunt zien wat er binnenin in zit en wat er gebeurt. Ja, wat dat betreft kunnen ze zich wel aardig camoufleren. Als dat klaar is, dan komt natuurlijk ook de hen aan leggen. Ze leggen slechts dan ongeveer 4 tot 6 eieren. De broedduur die duurt ongeveer 18 dagen. En als dan de jongen eruit komen, ja, die zijn de eerste tijd dan al behoorlijk warmtegevoelig. Dus die temperatuur ja, die moet echt wel een beetje wat goed zijn. En ook het nest wordt de eerste weken toch wel regelmatig gebruikt door de ouders en de jongen. En op die manier kunnen ze dan een beetje wat warmer blijven. Ja, de ouders die zorgen goed voor de jonge vogels, de jonge kuikens. En ja, die worden ook vrij snel goed gevoerd. Als de jongen uit zijn gekomen, dan weten ze zelf niet hoe ze moeten eten. En ja, dat moet ze nog even geleerd worden. De ouders die geven dat dan ook duidelijk aan. Die pakken dus het voer. En die bieden dat de jonge kuikens aan. Ja, na verloop van tijd dan hebben de kuikens dat zelf al in de gaten en dan gaan ze ook zelf wel het eten opnemen wat ze zelf in de schaal vinden. Maar in het begin wordt het voer dus door beide ouders aangeboden. Als voer versterk ik ze altijd een opvangvoer wat ook voor de kippen gebruikt wordt. Daar kun je verschillende soorten in krijgen voor bepaalde leeftijden van de kuikens. Het opvangvoer dat had ik altijd in een schaal staan, altijd ruim voldoende. En ook daar voerde ik wat extra pinkiemaden en buffelworpjes bij.
In het verleden zijn ze goed samen te houden met ook de andere vogels. Ik heb ze zelf jaren gehad met parkietachteren en veel kleine tropen. Ja, ze blijven natuurlijk wel altijd een beetje de baas in de volière. Ook als de kakkerieken in de voerbak zaten en de roeroes hadden er ook wel zin in, dan moesten de kakkerieken toch vaak het wel ontgelden. En ja, die hadden ook wel respect voor de roeroes. Ze eten hoofdzakelijk zaden. Ik gaf ze altijd een mengsel van arachnides en EUV-voer. Ook wel duivenvoer, tattelduivenvoer, deken we alle doorheen. Dus ja, verschillende soorten zaden, dat is van belang. Ja, daarnaast insecten en wat wormpjes, besjes en fruit. Ja, van alles wat. Ook in de volière schallen ze de hele dag een beetje over de grond op zoek naar eten. Ja, en ze zijn daar ook wel dol op een stukje fruit. Vooral zoet fruit, een stukje appel, dat vind ik altijd wel lekker. Ja, roeroes die houden, het zijn echt bosvogels en ja, ze houden dan ook van een lichtvochtige bodem. Als zij altijd op een hele droge ondergrond lopen, dan krijgen ze op een gegeven moment toch een verdroging van de tenen. En ja, daar krijgen ze kloven in. Dus ja, een lichtvochtige ondergrond is wel van belang bij deze vogels. Echt nieuwsgierige vogels zijn het. En ja, ze zijn heel snel vertrouwd en tam met je. Ja, ze lopen je vaak voor de voeten. Ja, het is echt prachtig natuurlijk om deze vogels in de carrière te hebben. Het enige waar je om moet denken bij roeroes in de volière, dat je in ieder geval een goede zitplek hebt. Want ja, ze willen ook overdag, maar ook s'avonds vaak wel de lucht in om een slaapplekje te vinden. En als ze een keer een goede plek hebben, dan blijft ze meestal die ook wel een beetje wat houden. Maar dan moet je ook zorgen dat de andere vogels ook een goede plek hebben. Die moeten elkaar natuurlijk niet in de weg zitten en die moeten ook daar hun rust in kunnen vinden. Vooral in het begin kan dat natuurlijk wel eens een beetje storend werken. En als de roeroes omhoog vliegen, ja, dan gebeurt er natuurlijk wel wat. En de kleine vogels, ja, die kunnen daar in het begin eens wel verschrikken, maar dat duurt meestal maar eventjes en dan hebben ze dat vaak al in de gaten. Ja, elke vogel moet dus wel zijn plekje in de volière hebben. Ja, het is natuurlijk voor de jonge kuikens dat ze opgroeien wel belangrijk dat ze altijd voldoende voer hebben. Maar ja, ook de andere vogels die vinden het natuurlijk allemaal wel lekker in die bak. Dus de kakkerieken waren ook altijd het eerste erbij, zodra er weer nieuwe pinkjes kwamen te liggen. Ja, de roeroes die zijn dan toch wel de heer en de meester in dit verblijf. Dus op een gegeven moment, dan vinden de roeroes het wel prima. Dan nemen ze de zaak wel weer over. En ja, de kakkerieken die moeten dan eventjes wegwezen. En als het op een gegeven moment zo verder is dat de andere tijden aankomen van koude en vocht, ja, dan is het ook zaak om deze vogels naar binnen te halen. Ze kunnen beslist niet over de winter. Als het gaat vriezen, dan hebben ze toch snel last van bevroren tenen. Ja, en dat moet je toch zien te voorkomen. Dus als het echt een natte weer begint te komen, dan was het meestal wel een tijd dat ik ze naar binnen toe haalde. Het nadeel is, ze gaan wel wat omhoog. En ja, in de volière zit natuurlijk ook veel stof. En ja, dat nemen ze allemaal wel mee de lucht in. Hè. En ja, dan wordt het soms wel wat een stoffige boel. En ja, stof is voor de vogel natuurlijk heel slecht. Maar ook voor jezelf is dat natuurlijk heel ongezond. Vooral de hondenachtigen en de parkieten. En ook duiven en papegaaien. Ja, die kunnen heel veel stof afgeven. En ja.
als je dat niet goed afzuigt en niet goed ventileert, dan kun je zelf toch ook wel veel schade krijgen, in de zin van longschade. We kunnen allemaal de ziektes wel van de duivenmelkers, dat ze de duivenmelkersziekte krijgen. Nou, ook bij onze vogels gebeurt er steeds meer dat mensen last krijgen van de longen. En ja, dat noemen ze dan bronchiobronchose wat je krijgt. Ook dat is uiteindelijk een dodelijke ziekte. En ja, dat moet je toch zien te voorkomen. En daar kun je toch wel een beetje mee oppassen als je ook in je hok de boel schoonmaakt. Doe alsjeblieft een goed stofmasker voor. En dat je in ieder geval jezelf en je longen daarin beschermt. Doe je dat niet, dan loop je toch wel een kans dat je ook te maken krijgt met een longfibrose. Ik heb zelf de kwaal hier ook wel gekregen. En ja, dat zijn hele vervelende zaken. Want je mag geen vogeltje meer houden. Je beperkt jezelf enorm en doe maar later. Ja, probeer het te voorkomen. Dus bescherm jezelf heel goed daartegen. Ik wil niet zeggen dat je er geen vogels moet hebben. Want het is natuurlijk prachtig om met vogels bezig te zijn. Maar hou in ieder geval in de gaten dat je kwetsbaar bent met het vogelstof. Dat fijnstof moet je proberen zoveel mogelijk te vermijden. Kijk hier in ieder geval ook eens even op de website van www.longfibrose.nl. Ik hoop in ieder geval dat jullie goed gezond mogen blijven. En blijf vooral genieten van al die mooie vogels. Ja, en ook hier geldt weer van, ja, geef elke vogel toch wel een beetje de ruimte. En ze moeten ook daar in het napak een eigen plekje hebben. En als je de kleine vogels een beetje kunt afscheiden, is dat natuurlijk altijd beter. Ik had er bovenin de foyer altijd een schot tegen het plafond aan zitten. Zodat aan weerszijden van dat schot de vogels op stokken plaats konden nemen. En ja, dat geeft dan toch wel een extra stukje rust. Want ja, zaten de vogels op de roerroes op de ene kant. Daar zaten de kleinere vogels vaak op de andere kant. Op die manier hadden ze toch allebei wel een stukje bescherming en een stukje rust. Je kunt met deze vogels ook prima binnenkweken. Dan moet je wel in de foyer of in het nachthok in ieder geval wat takken aanbrengen. Tenminste, ik had in mijn nachthok altijd een bos takken staan. En die had ik altijd wat opgevuld met dat stro en hooi. En de vogels maakten daar vaak zelf wel een nest in. En op die manier kon je daar ook nog prima jongen in krijgen. Ja, het gebeurt ook wel dat de vogels wel eieren hebben. Maar dat het niet tot broeden komt. Ja, dat is natuurlijk zonde om die eieren weg te doen. En je kunt dan overwegen om de eieren in de broedmachine neer te leggen. Nou, als je de eieren in de broedmachine hebt, dan duurt het 18 dagen voordat die eieren uit zijn. En het is ook wel van belang dat er een goede temperatuur is. Een temperatuur van rond de 32 graden in de warmtekooi is een prima temperatuur. En naarmate de vogels ouder worden, dan kan die temperatuur natuurlijk wat zakken. Je merkt dat ook wel aan de kuikens. Als het te heet wordt, dan zitten ze echt niet meer onder die warmtelamp. En dan zoeken ze toch vaak wel de kanten van de kooi op. Ja, dan is het de zaak om de lamp iets omhoog te brengen en de temperatuur iets terug te schroeven. Ook dat is een kwestie van een beetje aanvoelen en goed kijken van hoe gaan de kuikens daarop reageren. Als lamp gebruik ik een donkerstraler. En die was aangesloten ook op een thermostaat. Op die manier kon je de temperatuur vrij goed regelen. Ja, en als die jongen hier zijn uitgekomen, dan moet je ook zelf hier weer het voer aanbieden. De oude vogels kunnen dat dus niet doen, dat moet je zelf doen. En met een pincet kun je dus de pinkiemaren prima aanbieden aan de kuikens. Ja, en die hebben dat al heel snel door. Het duurt er nog meestal niet zo lang hoor, dat ze zelf beginnen te eten. Maar vooral in het begin hebben ze toch die aandacht wel nodig. Ja, dat moet je toch even zelf doen. Dat kost een beetje energie en tijd. Ja, als je het niet doet, dan krijg je die jongen niet groot.
Het water heb ik meestal in een klein bakje en daar had ik een stuk spons in. En als de kruisjes alleen door het water zouden lopen, dan worden ze altijd helemaal nat en alles wordt even vies. En ja, op zo'n spons dan blijft het al een beetje schoner. De jonge kuikens die merken wel dat dat vochtig is, dat ze water kunnen krijgen. En dan beginnen ze ook al heel snel uit die spons te drinken. Ook vaak op de randen van de spons, daar zit vaak nog wel wat openingen van water. Maar dan haalt toch heel snel het water uit. Ja, moet je natuurlijk wel elke dag gaan verversen. En hiermee hoop ik dat ik jullie een beetje informatie heb kunnen geven over hoe je de roerloos het best kunt houden. En ik zou zeggen, heel veel succes met deze hele mooie vogels. En ik hoop dat jullie er nog veel van mogen kweken. Ik bedank jullie voor de aandacht en wie weet tot de volgende keer. Dag hoor.